de familie van Ganzen, wij waren havenbazen hier in de haven van Antwerpen. En een van de stamvaders die stuurde al zijn zonen mee op reis met de Red Star Line, met andere haventrafieken. En dus ja, die kwamen overal in de wereld. En een van de zonen, ja, de Gustaaf van Ganzen, de staf, die kwam dan toevallig terug met een licentie. En dat was een licentie van Coca-Cola, België, om dat hier als eerste te mogen brouwen en verkopen. De familie van Ganzen die hadden een stouwerij. Dat zijn de havenbazen van vroeger, de katoenaties, die heel veel materialen bewaarden in grote loodsen om die daarna door te verkopen. Ik wil jullie meepakken naar de straat waar dus mijn opa zijn stouwerij had. En dan kan ik jullie laten zien hoe dat daar ongeveer aan toe ging. We staan hier exact naast de stouwerij van mijn overgrootonkel, waar dus de goederen van de schepen kwamen, op spoorwegen binnenkwamen en in het pakhuis gestoken werden. Dat was heel manueel. Ze hadden de toestellen gekocht in Atlanta. Hebben ze meegepakt naar Antwerpen, naar de Boomgaardstraat. En daar hebben ze dus Coca-Cola gebrouwen en de kroonkurk echt met de voet, de pedaal, ingeduwd. Gustaaf van Ganzen was de eerste die de vergunning kreeg om zowel Coca-Cola te brouwen als te verdelen in heel België. En het is dankzij Gustaaf van Ganzen dat Coca-Cola voet aan wal in België heeft gekregen. Op Gustaaf van Ganzen.